Binnen de VNR-opgave richten wij ons met name op het renoveren van bruggen en sluizen. En daarvoor ontwikkelen we renovatieconcepten, zoals operatie brugrenovatie, waarbij we eigenlijk op een gestandardiseerde en geïndustrialiseerde manier die renovatieopgave oppakken. Ja, en daarnaast hebben wij eigenlijk als BAM sowieso vanuit een duurzaamheidsperspectief gewoon gezegd, we gaan ons specifiek richten op renovaties. Dus vervangen doen we ook, maar renovaties is ook wel echt de eerste stap. Hoe wordt naar jullie idee de opdracht idealiter georganiseerd, zeker u uitgevraagd? Wij denken dat het belangrijk is om naar de VNR-opgave als geheel te kijken, dus niet per project. En dat het is belangrijk natuurlijk dat het een win-win situatie oplevert voor opdrachtgever en opdrachtnemer. En daarvoor zien we eigenlijk drie dingen die belangrijk zijn. Eén is een bouwteam of een tweefase opdracht. Dus zorg dat je samen met je opdrachtgever en de opdrachtnemer kijkt naar wat er nodig is in dat project. En dus dat je niet vooraf afprijst, want in zo'n renovatieopgave weet je niet precies wat je tegen gaat komen. De tweede is een seriematige uitvraag, natuurlijk gewoon heel belangrijk voor de continuïteit, het lerend vermogen, ja, en de kostenreductie op een project. En als laatste zie je dat overheden ook wel worstelen met nevendoelen als duurzaamheid en hinder. En probeer dat ook op een meer uniforme manier af te spreken wat je daar in waardering op toepast. Wat levert dat dan kwantitatief op? Nou, ik denk het belangrijkste om te benoemen is dat het op verschillende aspecten kwantitatieve voordelen oplevert. Dus enerzijds op het gebied van financiën uiteraard, ook op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van capaciteit in de markt. Wij denken als we kijken naar het financiële verhaal dat het ongeveer zo'n 15% kostenreductie kan opleveren bij een seriematige uitvraag. Hoe kom je tot die inschatting? Om tot die inschatting te komen hebben we met name gekeken naar gewoon de rekenmodellen. Dus we hebben gewoon berekend hoeveel het kost om één brug of een sluis te renoveren. En wat er gebeurt op het moment dat je dat twee kunstwerken beetpakt, drie kunstwerken tot en met 30 kunstwerken. En dan zien we dat we uiteindelijk kunnen komen tot een reductie van 15%. Enerzijds zit dat aan de voorkant. Dus op het moment dat je een grotere uitvraag hebt, dan kan je je tenderkosten, die soms wel kunnen oplopen tot 5% van je opdrachtsom, kan je die sterk verminderen. En als je kijkt naar de uitvoering zelf, dan gaat het met name over die processen die je kan optimaliseren. Door middel van kennis en ervaring kan je gewoon meer werk verzetten in kortere tijd. En daar zit uiteindelijk de grootste winst. Hebben jullie concrete voorbeelden wat er anders gaat? Of welke mogelijkheden er ontstaan bij een seriematige aanpak? Allereerst zie je op dit moment dat geïntegreerde renovatieprojecten, waar wij naar op zoek zijn, dat is nu nog geen core business van een hoop aannemers. En zeker ook niet van BAM. Maar op het moment dat je die seriematige aanpak toepast, dan kun je lerend vermogen opbouwen. En dan kunnen kosten naar beneden gaan en kun je dus ook meer expertise opbouwen binnen je bedrijf. En daar zou het om moeten gaan. Als je de serie zeg maar een factor 3 laat groeien, zijn er dan nog extra voordelen? De voordelen die we al genoemd hebben van lerend vermogen en daarmee ook financiële kostenreductie, die spreken voor zich. Kijk, wij denken dat er eigenlijk op een gegeven moment niet echt meer veel verschil zal zitten. Tussen de 29ste en de 30ste brug zit niet meer zoveel winst als dat er zit tussen de eerste en de tweede op het moment dat je een serie uitvraagt. Maar ja, laten we eerst maar eens met een serie van 10 beginnen. Jullie noemen veel voordelen als het gaat om een seriematige aanpak. Kostenreductie, toename van efficiëntie, duurzaamheidsaspecten. Leveren er nu nog ook nadelen aan? Ik denk dat het grootste nadeel als je ze seriematig uitvraagt en dan op een hele grote schaal is dat je veel meer moet gaan werken als één geheel. De samenwerking is goed, maar op het moment dat je echt als één geheel vormt, dan is het best wel kans dat het concurrentievermogen wat er is, dat het afneemt. Als opdrachtgevers morgen zouden willen beginnen met een seriematige aanpak, zijn jullie daar dan klaar voor? Nou, ik denk als sector dat we hier nog niet helemaal klaar voor zijn. Hè? Ik bedoel, anders hadden we dit traject ook niet opgestart met z'n allen. Dus we moeten hier natuurlijk met z'n allen wel naartoe groeien. Maar uiteindelijk moeten wij hier natuurlijk gewoon op inspelen en dan kunnen wij dat als BAM. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk eigenlijk op dezelfde manier. Ik denk dat wij in ieder geval gesteld staan voor deze renovatieopgave. Doordat we al heel veel concepten hebben ontwikkeld en er ook al de nodige kennis en ervaring is opgebouwd. Maar wat je met name ziet is op het moment dat het daadwerkelijk uitgevraagd wordt, moet je ook wel zorgen dat je voldoende capaciteit hebt. En we hebben op dit moment niet honderden mensen klaar zitten om die renovatieopgave op te pakken.